nieuw project. En opnieuw een beetje gewijd aan de Grateful Dead. Wat we nu gaan maken is een houder voor je paspoort en een paar creditcards, vliegtickets, dat soort dingen. Dus eigenlijk een portemonnee voor om de nek te dragen. Daarvoor wou ik als voorbeeld een oude gebruiken. Dat is het voorbeeld met de klep. En dan los achterkant, waar ook nog wat in kan. Dan de drie stroken aan de zijkanten en de onderkant. Dat was het oorspronkelijke idee. Wordt de klepkant, de lange kant zeg maar. Dan hebben we hier de bodem. En dan hier de achterkant. En dan aan de achterkant doe ik aan beide kanten wat extra ruimte, zodat ik die kan gebruiken als bodem, als tussenstuk. Dus dat is het idee. En dan waarschijnlijk aan de achterkant, het blijft een Grateful Dead fan, hè. Dus het dansende mannetje, dit keer. Bam, bam. En we gaan het snijwerk beginnen. Oké. Dit wordt het smalle gedeelte en dit wordt het brede gedeelte. Een hoofdstuk wordt het vouwen. Vouwen, hier gaan we vouwen. En hier gaan we vouwen. Dus dan wordt dit gedeelte vouwen met het zo naar beneden. En hier naar beneden. Oké. Wat we gedaan hebben is de onderkant gevouwen. Dus we maken de boel nat maken. Hebben we hem hier zo neergelegd. Dit als onderkant. Een plankje erover en een paar bakstenen erover. En dit zijn de zijkanten, die heb ik overgehouden. Moeten we even kijken hoe ik die ga stikken. Ik denk dat ik er een hele kleine vouw in maak. En dat die vouw dan hierop komt. Beetje bij je. Dan gaan we de creditcards uitsnijden doen. Dus ik heb hem aan de binnenkant afgetekend. Beetje ruimer genomen. Hier ook.
Zo. Eens kijken of dat goed is. Ja. De rang Beffelen. Hier hoeft niet, want die gaat naar binnen. Deze hoeft ook niet, gaat ook naar binnen. Maar deze moet wel weer. En deze ook. Gum traga kant. Nou, eens kijken of dat. Good people. My name is Homer, and this is my band, the Pigeons. I call them pigeons because they're such loving little creatures. All they do is bill and coo, and only for me and you. Anyhow, I do digress. The other day, I was sitting on my favorite statue, just digesting a few peanuts and bits of cake the old lady showed me in the park and stuff, you know. We gaan voor de ritssluiting. Ik ga hier een ritssluiting doen van 8 centimeter. Dus ik moet een uitsparing maken van 10 centimeter. Zo. Even kijken. Kijk, dit zijn de voeringen voor de creditcards, voor de kaarten. En deze voering is voor de ritssluiting. De gaatjes zijn er wel doorheen, maar ik ga toch even met mijn dremeltje. Iets minder licht, kan ik toch merken. Even deze lampjes bijstellen. Nou, daar gaan we.
Inmiddels heb ik er een magneetslotje op. Hier komt nog een rondje leer gestikt met mijn logootje erop. Dus dit wordt nog afgedekt natuurlijk. Hetzelfde hier aan de binnenkant, want hier gaan de creditkaarten in. Dus ik moet hier nog even een beschermdingetje doen. Inmiddels hebben we een ritssluiting erin gedaan. Ah ja, hier achter natuurlijk. Hier kunnen de creditkaarten in. Twee vakken. En een voering voor de portemonnee. Dat moet strak. Dan maak ik het zichtbare gedeelte even helemaal nat. En dat is om kleurverschil te voorkomen. Dat is het logootje. Dat zet ik er alvast op. Zo, we zijn druk aan het snijden geweest. Figuurtje van de Dancing Skeleton, het dansende skelet van The Grateful Dead natuurlijk. Maar voordat ik ga stikken wil ik natuurlijk ook de achterkant klaar hebben. Ik had gedacht om aan de achterkant een mooi patroon te doen. En daar kunnen we deze voor gebruiken. Thierry en ik gaan even pauze nemen hoor. Hier is een schotje nooit zo goed in. Een lijntje hier. Ik kan iets duidelijker maken. Ik kan ietsje van het roosje af beginnen. En proberen in op de lijn te blijven. Voorkant, achterkant, ja, hier is een plekje en hier moeten we nog wat een figuurtje doen. Kijk, we hebben hier de schroef ingebracht. Nou, verder kan hij niet. Toch even een beetje extra lijm doen, dat het niet meer loslaat. Kijk, dus, en dan draai hem gewoon vast. Zo simpel is het. Playing football for the coach. De
antieke ladder steen hebben we gedaan. We hebben de finisher gedaan. Dus nu komt het moeilijkste gedeelte. Het samenvoegen. Ik ga beginnen met het makkelijke. En dat is de gaatjes slaan. Normaal gesproken zou ik laten zien hoe ik het gestikt heb, maar ik inmiddels 5 naalden verder, de stiksel, maar het is wel heel degelijk, het zal niet snel loslaten. Het viel niet mee om het leer, wat één geheel was, om daar de stroken om te slaan en te stikken. Het is uiteindelijk toch gelukt. Nou, ik heb aan de zijkant de soldatenknop erin gezet en... En een karabijnhaakje eraan. Voor het eerst dat ik een volledig patroon ging doen. Ik heb nu mijn stampetjes binnen. Ik heb hem aan deze kant te dicht op de rand gedaan. Dat zie je wel. Het patroon is weggevallen door, bij het stiksel. Hier zie je het nog wel wat. Ook de rondjes vallen een beetje weg. Ritsluiting, veel werk mee gehad. Een paar keer verkeerd gegaan. Gestikt door de voering heen. Magneetsluitje. Hier komt nog een felrood stukje vilt met er bovenop een rond stukje extra leer en het logo ingestampt. Dat moet ik nog krijgen uit China. Alleen nog even een logootje erop en het koord eraan en dan mijn logootje is binnen. Maar $8, $9, het is niet te geloven hoe ze het kunnen doen. Nou, je kunt nou niet zien, maar zo komt hij binnen. En een klein schroefdraadje. Dan kan je hem natuurlijk los op het leer leggen en dan stampen. Maar ik denk dat het beter is om er een schroefje aan te maken. Dus dat ga ik eerst proberen. Als ik er ook nog een plaatje tussen kan leggen. Met de vette hamer. Ik kan hem op zijn kop slaan. Perfect. De beste manier om het over te brengen is hem volledig op harde steen te zetten. En hem dan op de volle kop te raken. Nou, ik heb hem hier ingeslagen. Een stukje leer. Ondergrondje erin. Geplakt. En nu moet ik het stikken. Dan moet ik het verven. Ik wil het eerst met boortje doen. Omdat er een viltje onder zit, heb je grote kansen dat het viltje meegenomen wordt met boren. Dus ik moet het toch maar even met ouderwets slaan doen. Ik hoop dat de buren het niet erg vinden. Nou, ik heb er een ondergrondje, een rood ondergrondje op gemaakt, gelijmd, gestikt. Dus ik moet het nog even met finisher afwerken en er een drukknopje in geslagen. Okay. Tadaa! My neck wallet, mijn nekportemonnee. Mijn wallet. Bijna klaar. Dus nog even kijken wat ik met het logo ga doen. En dan kunnen we hier de passen in doen. 2 sleuven. Dan hebben we hier nog een mini portemonnee. Prima, magneetsluiting. Ja, klik zegt hij. Oké, dat is het. Muskethaak kan er
aan of eraf, zodat je hem ook zonder koord kan gebruiken.